We zijn hier in de Melkse Kerk, in de sacristie. En naast mij zit pastoor Rudo Franke. Er zijn de nodige veranderingen geweest de laatste tijd. Verbouwingen, et cetera. Maar ook veranderingen op het gebied van het bezoek van de kerk. Vanwege corona was dat zeer beperkt allemaal. En in dit interview willen we u een beetje gaan bijpraten over de actuele stand van zaken. We maken straks ook even een rondgang door de kerk om wat veranderingen te laten zien en wat er nog aan het veranderen is. Maar eerst Rudo, de afgelopen tijd zijn er veel dingen veranderd in de kerk, hè? Ja, toch wel, ja. Ja. Straks gaan we daar even naar kijken, hè? Ja. Maar we hebben ook de corona die van grote invloed is geweest tot op heden. Ja, kun je wel zeggen. Ja. Nu de laatste persconferentie zijn er weer wat dingen vrijgegeven. Veel zelfs. Hè? Ja. Enig is nog de 1,5 meter wat nog hoofdzakelijk een beetje in de weg zit. Hè? Maar goed, als mensen zich er netjes aan houden, dan is het wel te doen. Hè? Ja, goed, die 1,5 meter, het is te begrijpen, want juist dat is, maakt het verschil. Dus om de besmetting niet over te brengen. En die besmettingen die reizen toch wel de pan uit, dus daar moet je toch wel degelijk rekening mee houden. Het hoescherm dat blijft ook bestaan. En de pincet. Het pincet, ja goed, of de gereinigde hand. Dus, ja. Dus, dat, dus we nemen de voorzorgsmaatregelen, maar het beperkt ons natuurlijk wel. We hadden gedacht van ja, misschien toch weer koffie te schenken naar de mis, maar we vinden het toch verstandiger om dat nog niet te doen, want dan is het toch, die 1,5 meter komt dan toch wel behoorlijk in gevaar. Ja, mensen hebben dat dan toch niet goed in de gaten. Ja. En met het aantal besmettingen van dit moment is het natuurlijk onverantwoord om... Ja. Maar het is natuurlijk wel heel jammer dat het niet kan. Want, ja, zeker. Zeker, als je de mis viert en daarna niet nog eens een keertje gewoon eens rustig koffie kunt drinken, ja, dan is het toch wel heel jammer. Je mist toch wel heel wat, maar dat is eigenlijk ook de hele coronatijd. Dus dat trekt toch een behoorlijke wissel op mensen, ook op mezelf, dat merk ik ook wel. Dus de persoonlijke contacten waarin je gewoon enorm beperkt wordt. Ja. Zoals huisbezoeken bij mensen, gaat dat nog wel door? Dat ben ik nu weer aan het oppakken, maar dat heeft toch een hele tijd tamelijk stilgelegen. Dus alleen de noodzakelijke bezoeken, die heb ik afgelegd. Of wat toch wel zeer wenselijk was. Bij het advies blijf zoveel mogelijk thuis. Ja, dan hoort dat daar denk ik dan wel bij. Maar dus nu ga ik het toch wel weer oppakken. Daar ben ik al mee bezig. Dus, maar, en hoe is het de laatste tijd gegaan met het kerkbezoek? Het kerkbezoek valt niet tegen. Dus dat... zeker niet. En we merken dat de online vieringen ook goed bekeken worden, goed gevolgd worden. Dus dat is ook voor mensen die zeg maar nog bang zijn om naar de kerk te komen. Dat snap ik. Dus corona, dit is toch wel een... Wellicht is er ook een categorie mensen die eigenlijk per definitie al nu gebruik maakt van de online viering. Ja. Die echt aan huis gebonden zijn. Ja, ook dat. Ja, zeker. Dus dat is ook heel prettig. Vroeger was dat de kerkradio, maar die hebben we... Niet meer. Er was hier in Millingen ook, maar dus met de corona is dat net allemaal wat anders geworden. En als je dan ook nog eens de kerk in beeld krijgt, is het natuurlijk fantastisch. Ja. Nou, de kerk heeft de nodige werkzaamheden achter de rug. Ja. Als je kijkt naar de kerktoren. Hè? Ja, zeker. Eind vorig jaar werden de klokken eraf gehaald en de haan. Dat is allemaal gerepareerd, hè? Ja, het is fantastisch geworden, ja. Twee maanden werk alles bij elkaar. Maar het is een enorme vooruitgang. Dus je merkt ook van, mensen zijn er blij mee. Maar het is ook een warm licht wat die kerktoren nou uitstraalt, 's avonds.
Het functioneert weer allemaal. Het is precies bij de tijd. Aan de kant van de school, die wijzerplaat, die staat ook weer helemaal correct. Dus die loopt niet meer 5 minuten achter. Dat is natuurlijk wel jammer voor de ouders die een kind naar school komen brengen. Die denken, oh, nou ben ik te laat. Als ze te laat zijn. Ja, ja. Okay. Maar goed. Maar het is fijn dat het er allemaal werkt. En ja. Wat ik wel hoor in het dorp, Rudo, dat de mensen de klokken iets minder goed kunnen horen. Ja, ja, dus dat heb ik ook gehoord. En, ligt dat aan de mensen dat ze doof zijn geworden, of ligt dat aan het volume van de klokken? Nou goed, dat kan aan het volume van de klokken liggen. Het kan aan de windrichting liggen. Maar het kan ook zijn dat de klokken inderdaad wat zachter gaan. Dus dat kan. Dus ja. Maar dus ik hoorde van tevoren dat er mensen waren die daar toch wel die last hadden van de klokken. Nou, dat is het wel ook goed om te horen van dat er ook mensen zijn die denken van ja, volgens mij zijn die klokken veel zachter geworden. Ja, ja. Dus dat is goed om dat ook een keertje te ventileren. Mm-hmm, ja. Ja. Nou, de persconferentie vorige week gehad en dat betekent dat de kerk ook weer na 5 uur 's avonds open moet. Ja, ja, klopt, klopt. Dus dat gaan we ook weer gebruik van maken. Maar corona heeft wel wat veranderd in die zin dat bijvoorbeeld in Ooi is het nu hoogstwaarschijnlijk dat de eerste zondag van de maand er een woordcommunieviering zal zijn om 10:30. Daar is steeds op de zaterdagavond een mis geweest om om 7 uur, dus elke zaterdagavond. Maar toen we die avondvieringen niet mochten houden, is dat verplaatst naar de zondagmorgen 9 uur. Behalve de eerste zondag van de maand is dat om 10:30 geworden. Kwam gewoon uit het overleg en zo. En dat lijkt heel goed te bevallen. En dan lijkt me goed om daar ruimte voor te geven. Dat het een blijvertje is. Zeg maar. Ja, 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 zeker. Ja. Dus dat prettig is als in dat deel van de parochie ook op de zondagmorgen een keer een viering is. Kijk, lijkt me goed. Ja, ja, ja. En verder zijn er nog veranderingen? In Leut bijvoorbeeld zijn we van 7 uur naar 4 uur gegaan. Op de dinsdag hebben we daar altijd een mis. En ja, dat is nu in overleg wat we daarmee gaan doen. Dus afhankelijk van wat mensen willen. Dat kan veranderen. Kan veranderen, weer naar 7 uur. Of dat ze zeggen, nou, we willen toch liever 4 uur. Mm-hmm. Dus afhankelijk van wat de mensen willen. Ja, ja. Dus dat met betrekking tot de avondvieringen die weer mogelijk zijn. Maar wat gepubliceerd is in de rosette, de laatste rosette, dat blijft gewoon staan. Dus op de website en op de livestream kunnen mensen gewoon precies zien wanneer de missen zijn. Ja, oké. Okay. Nou, dan stel ik voor dat we even een rondje door de kerk gaan lopen. Uitstekend. Ja, oké. Okay. Nou, we staan hier bij een altaar, Rudo. Ja. Wat kun je daarover zeggen? Nou, dat is het altaar van het Heilig Hart. Het is de kapel van het Heilig Hart. Daarboven zie je dus ook een glas loodraam met Jezus die verschijnt aan Margaretha Maria à la Coq. De Heilig Hart devotie is daar uitgekomen of nog meer versterkt, verspreid. En dan is het ook passend dat hier een beeld staat van het Heilig Hart. Daar stond eerst een tabernakel, een leeg tabernakel. Daar heeft ook het Jozefbeeld gestaan. Maar het is eigenlijk heel passend dat hier een Heilig Hartbeeld staat. En dit Heilig Hartbeeld, dat komt van Leut. Kijk, ja. Er zijn meer beelden hier in de kerk geplaatst. En als we nou deze kant op lopen, dan komen we daarbij. Ik denk het best even hier gaan staan. Zo. Dan hebben we zo mooi een beeld, hè? Jazeker. Ja. Ja, fantastisch. Er hangen nou twee beelden. Er zaten eerst hele grote luidsprekers. Ja, orgel, pijpkasten. Ja, en deze beelden die komen uit Beek. Deze komen uit Beek, ja. Die hebben daar ook zo gehangen, wel iets lager geloof ik, maar het staat hier echt fantastisch, alsof ze voor deze kerk gemaakt zijn. Ja, ja, oké. Ja.
En ja, je wordt als het ware naar voren getrokken. Ja, de Willy Bror dus aan die kant, waar de Willy Brorstraat en hier Bonifatius. Ja, twee verkondigers van het geloof hier in de Nederlanden toen. Ja, ja, ja. Ja, en ja, mooi dat er hier nou een plek voor is. Ja. Nou, dan kijken we in deze grote ruimte hier. Ja. Hier zat vroeger de koren. Ja, klopt. Op die banken hier. Klopt. Ja. Dat is ook veranderd. Ja, ja. En wat is de gedachte daarachter dat veranderd is, Rudolf? Nou, om meer een viering gezamenlijk te hebben. Dus we hebben het koor nu, het koor zingt nu van opzij. Dus van opzij van het altaar. Dus dan kijk, als je het koor achter je hebt, ja, is wat lastig het contact dan. Hè? Dus, ja. Met als voorganger, maar ook als koorlid. Ja, het is toch anders dan dat je van opzij, dat hoor ik ook van mensen die daar al zingen, de kerkkoor. Ja, ja, ja. Dus dat daar toch meer de verbinding is. Ja, ja. Ja. Maar heeft ook iets te maken met de symmetrie in de kerk, hè? Ja, zou zomaar kunnen. Ja. Het feit dat hier nu geen banken meer staan. Ja, hier stonden geen banken. Ja, nee, de symmetrie zeker. Want de communiebank aan die kant die was nauwelijks te zien. Mm-hmm. Daar stond eigenlijk wat tussen. Maar ook, als het koor hier staat, ja, dan staan ze eigenlijk. Heb je geen goed zicht, zal ik maar zeggen, op het geheel. Ja, ja. En van opzij is het, hier heb je de mogelijkheid ook. Van opzij heb je veel meer het gezamenlijke. Ja, ja, dus, ja. Nou, laten we daar maar eens gaan kijken wat de toekomstige plaats wordt voor de koren. Zijn dus deze kerkbanken, Rudolf? Ja, 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 die precies. Die bestemd zijn voor de koren, hè? Ja, ja, hier zingen al de koren. En ja, het is nou met corona, dan moet je toch ook 1,5 meter afstand houden. Dus dan zitten ze wat meer verspreid en zigzag en zo. Mm-hmm. Maar gelukkig dat ze al kunnen zingen. Maar dus de achterste banken die zijn verplaatst wat hoger. Mm-hmm. En daar komen nog twee banken te staan, dus dat is bijna klaar. Dus uiteraard een opstapje, maar zo hebben de banken dus ook achter het altaar gestaan, precies die hoogte ook. Mm-hmm. En dit is ook de kruisigstaties niet in de weg, past heel goed. En de zang, heb ik begrepen, komt zo veel meer tot zijn recht als mensen zo elkaar, ja, kunnen versterken op die manier. Ja. Dus kijk, ja, het orgel heeft nou een definitieve plek gekregen dat aan deze kant. Staan. Dat blijft hier staan. Dat stond eerst een stukje deze kant op. Ja, dat verstoorde het ook de lijn naar voren. Dus ja, verstoort het eigenlijk niks. Dus, maar er was ook nog sprake van dat er een soort museum kwam. Ja, klopt, klopt. Museum, dat is ge... Dat komt op deze, bestemd deze voor hoek. Deze, voor deze hoek en ook precies hier tegenover. Dus twee plekken. En, zijn en ook twee deze grote lege plekken die nooit gebruikt worden. Hè? Precies, precies. En dat is wordt dan niet te hoog. Dus ongeveer deze hoogte is een beetje. Dus daar zijn ze nog mee bezig om daar een concept van te maken. Okay. Plan. Maar het is mooi dat die verbinding ook is tussen kerk en cultuur. Kerk is natuurlijk ook heel veel cultuur. Mooi als dat. Het mes snijdt eigenlijk van beide kanten. Ja, dus, ja. Ik denk dat het heel nou, goed. Nou, we zullen het zien als het helemaal klaar is. Dan komen we graag nog een keer langs. Mooi, ja. Nou, de touwtjes die hangen hier nog altijd vanwege corona. Ja, precies. De 1,5 meter. 1,5 meter te waarborgen. Ja, ja, precies. Ja, goed, de verlichting die wordt ook nog aangepast, maar dat is het laatste.
er komen nog sokkels. Theresia van die Zeu zien we daar op een sokkel. Die sokkel die komt van het oude gasthuis. Ja. En iets dergelijks komt dan ook bij het kruisje daarnaast. Ja. Tegenover dus bij de twee ook weer kruisjes. Daar komen lampen te hangen natuurlijk. Daar komen er wordt natuurlijk ook aangelicht. Ja. En alles wordt in LED uitgevoerd. Hè? In LED, ja. Nou heb je tamelijk grote lampen hier hangen, maar dat is eigenlijk een noodvoorziening. Mm-hmm. Als het, je moet natuurlijk ook in de tussentijd moet je goed licht hebben. Ja. Maar het is natuurlijk fantastisch als die lampen naar beneden stralen. Die heb je uiteraard nodig om ook van alles te kunnen lezen. Maar ook naar boven toe. En daar zie je dan al iets van, maar als dat naar boven toe de gewelven aangelicht worden, daar komt de kerk nog veel meer tot zijn recht. En dan weet je gewoon niet wat je meemaakt. Dat is in deze tijd natuurlijk allemaal wat makkelijker te realiseren ook. Ja. Ja, en dat beeld, dat is van heilige Willibrord. Dat komt dan waarschijnlijk aan die kant ergens te staan. Dus niet op de preekstoel. Preekstoel hoort eigenlijk geen beeld op te staan. Nee. Oké. Dus dat gaat verdwijnen daar. Ja, op die plek, ja. Ja. En waar komt die dan te staan? Ja, en aan die kant, dus waar dan een sokkel komt, zeg maar. Ja. En Remigius van Leut, die komt dan, wordt dan een stukje opgeschoven en wordt dit vrij, dus dan krijg je ook wel weer rust weer in de kerk. Ja. We horen de klokken. Ja. Het klinkt hier binnen heel anders als buiten. Hè? Ja, ik denk het ook. Je hoort ook een of ander klopgeluid. Ja, dat is een hamertje wat erop tikt. Dat hoor je buiten niet. Oh, althans. Ja, dat kan. Ja. In mijn beleving. Ja. Maar ja, het is fantastisch dat dat de klok weer de tijd aangeven. Of de slaan. Dit is 20, 30 jaar is dat niet geweest. Op een of andere manier was het. Ja, ontregeld. Ontregeld, ja. Vroeger moest ook alles met de hand, Rudo. Hè? Nou, dat slaan van de klokken niet, denk ik. Ik denk dat het ook wel geregeld ging was. Ging dat niet met touwen? Het luiden wel, natuurlijk. Het luiden wel. Maar het slaan van de klok, dat er niet elk half uur iemand... Nee. Oké. Ja. Nou, we blijven het volgen. Ja, mooi.